Een prachtige zomerse dag zorgt de donderdag voor topdrukte op de Oud-Veluwse Markt in het centrum van Barneveld. Vele toeristen die massaal op de vele campings op de Veluwe verblijven, trokken een dagje naar de traditionele markt waar oude ambachten en historische klederdrachten en bezienswaardigheid zijn. Ook de schoolkinderen die deze week voor het eerst vakantie vierden waren in grote getalen rond het raadhuis neergestreken voor de zogenaamde kleedjesmarkt. De handel was goed, om het zo maar te zeggen. We hebben vandaag een groep uit Slowakije, Zornitska, en die zal jullie straks zeker gaan vermaken. Op het Raadhuisplein kon men genieten van een dansgroep uit Slowakije, die een kleurrijke demonstratie gaven van oude volksdansen. Gezellig. Mensen zijn allemaal blij en zo. Heel leuk. Mooi weer. Ik heb het over de handel. Oh ja, dat is super, hè? Moet eens kijken wat er ligt. Ja. Nou, dat gaat helemaal super. Van de spa. Keurig van de spa. Moet je in de kamer kijken, gewoon Die paling die glijdt zomaar uit het jasje, zodat je het ziet. Hij glijdt zomaar uit het jasje. Wat ze meestal ook zeggen, een palingroker is een grote onruststoker. Daar ben ik helemaal mee eens. Maar hij heeft wel topkwaliteit, hè mensen. Je zuigt ze zomaar op, mensen. Dit is de echte paling uit onze eigen rokerij. Gisteren had ik ze nog vers in mijn handen. En nu leggen ze hier gerookt. De liefhebber van lokale eetgewoontes kon zijn lunch gebruiken in de vorm van Oud-Veluwse boerenbroodmaaltijd. Die werd geserveerd door lokale gastvrouwen op een terras onderaan de toren van de Oude Kerk. Achter Café Het Schaap vond het boerenerfhuis plaats. Een veiling van allerlei oude historische gebruiksvoorwerpen dat kon rekenen op veel belangstellende kopers. Met een echte afslager in de persoon van de bekende Barnevelder, Ad Gulding. Weinig jongens.
is er voor weinig, meneer. 20 euro. Want die dacht, ik zal een derde partijtjes doen. Degene die het juiste bod op een artikel had uitgebracht, werd beloond met een jonge klare als bezegeling van de koop. Een heel oud, zeldzaam bekertje. Een Duits onderschrift. Ik kan dat nu niet lezen, maar dat is een heel leuk, romantisch schilderijtje. Hier een bod. Eenmaal, andermaal. Dat is een onderdeel van een petroleumlamp. Dat is een klein theelichtje. Nog een stuk van een petroleumlamp. Een antiek dingetje, ja, antiek, jong antiek. Dat is...